Hi. Hallo. Kijk, ik ga hem positioneren. Want ik moet nog één vitamine opeten. Ik vind die koud. Oh, dat is kapot. Die koud tablet vind ik echt niks. Maar is het laatste of zo? Is het laatste? Nee, je hebt het recent bijbesteld, toch? Oh, maar waarom doe je dat dan als je het niks vindt? Ik vond het leuk omdat het wel goed werd. Oh, wow. En ik had niet echt tijd om nog nieuwe te bestellen van Elan. Want ik wist niet zeker of het op tijd kwam met de feestdagen. Ach, zo. Dus ja. Ach, zo, ja. En ik moet hem meenemen naar Dubai. Want we gaan donderdag terug. Ja, jouw koude tablet. Ja, we gaan donderdag terug. Ja, we zijn nu onderweg naar mijn vader. Omdat we donderdag terug gaan, dachten we nog één keer even langs gaan. Even ook kijken wat zijn plannen zijn met komen naar Dubai. Want eigenlijk zitten we tot februari al vol. Ja, het zijn een populaire bestemming. Specifiek ons huis is een populaire bestemming. Nou, hebben we ook wel... Mijn ouders? Ja, 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 nou hebben we ook wel ruimte, dus dat scheelt wel. Maar ze kunnen natuurlijk niet tegelijk komen. Nee, want mijn moeder wil in januari komen. En wij willen in februari naar Ethiopië, een week. En dan kom jij weer naar Nederland. Ja, sowieso. Januari ben ik in Nederland. Maar februari ook. Ja. Dus hij is vaak in Nederland dan mensen in Nederland, hè? Bijna. Ja. Want die gaan namelijk op vakantie. Dat is helemaal geen grap. Nou, nee? Maar het was, ik moest een statement maken, maar het lukte niet echt. Het is een beetje mislukt, maar echt. Het is gemaakt. Dit is nog niet mijn kleur, zie je dat grijs? Nee. Maar Ziet er dan net zo grijs uit in mijn hoofd? We gaan dus mijn vader even bezoeken vandaag. Zo wil ik dat even zeggen. We gaan je vader bezeggen, ja? Vader bezoeken. Je vader bezoeken. Ja, we zijn op weg naar Maastricht. Wij zijn niet de enige die op weg zijn naar Maastricht. Ja, tweede kerstdag is best druk. Ja, bizar. Officieel heet dat Boxing Day, hè? Boxing Day. Ja, hier heet het gewoon tweede kerstdag. Het is gewoon, ja, nu valt het wel mee, maar het was een enorme file. Ja, iedere keer. Ja. Den Bosch bij Eindhoven, nu bij Maastricht. Ja, druk, druk, druk. Wally! Het is zo lang geleden, hè? Oh mijn god, het is echt koud. En ik hier met mijn bodywarmer, ja, hey, daar hebben we het niet over. Hij heeft niet eens zijn jas dicht, hè? Hij wilde niet eens een jas aan, nee, hè? Nee, dus een man in jouw leven. Kijk. Kijk. Gaan we met z'n allen dat spelen? Ja, wat is papa aan het maken? Kijk, stomp, kakai, soep. Lekker, vanavond. Voor vanavond, het is al vanavond, maar voor vanavond. Ja, hoe zeg je dat dan? Voor deze avond. Papa. Maar goed, we zijn dus weer thuis en let niet op een zooitje. Die ga ik altijd pas opruimen als de kids in bed liggen. Maar ik heb weer Home Alone opstaan! 2 dan, hè? Home Alone 2. Op tweede kerstdag kijken we Home Alone 2. En Menf, die kijkt niet. Hij vindt het echt belachelijk dat ik dit kijk. Dus heeft hij een stoel bij papa neergezet. En dan kijkt hij uit zijn ooghoeken stiekem. Maar goed, nu is hij aan het helpen. Hoe gezellig is dit, hè, Mali? En je gaat zo naar bed. Wat zeg je? Wat zeg je? Niet in je neus. Mali, niet doen. Mijn vriend was toch niet aan het kijken? Je wilde toch niet kijken naar Home Alone? Ik wil niet. En Mef, morgen, Nagi, is mijn vie? Jaren. It's your birthday. Yes.
Remco heeft stress. Ik zal even met de ballonnen zo erbij filmen. Stress. Remco heeft stress om dit. Kijk, de vraag is, gaan we die magnetron meenemen? Ja, nou, dat is het dus. Ik voel me zo Afrikaans voor dit, hè. Ja. We hebben een magnetron over en we hebben eentje nodig in Dubai. Maar als het... Dan zou je al die koffers volpakken en dan magnetron er bovenop zetten. Los, en dan heel verontwaardigd zijn waarom dat niet mee mag. Dat is Afrikaans. Ja, op zich wel. Ja, maar nu moeten we die magnetron mee zien te krijgen. Want hier zou die weggegooid worden en in Dubai hebben we eentje nodig. Dus we gaan proberen het in de koffer... Het past, als we de koffer gewoon dicht doen, past het gewoon. Dat is het probleem niet. Maar al die spullen die ernaast liggen, moet er ook nog in. En de rest hier, dit, moet ook allemaal mee. En het kleed, het Amsterdam kleed van Memf. Van Memf daar in zijn kamer moet ook mee. Dus, dat wordt interessant. En het is Memphis' birthday! En het is Memphis' birthday! Ja! Hoe oud is Memphi? 5. En wij moeten nog aankleden. We gaan vandaag naar de tandarts. En ik dacht voor Memf... Gaan we naar... Je brengt het ook iets als iets heel... We gaan naar de tandarts. Gezellig, leuk man. Ja, nou ja. Zij vinden het leuk. Ja, de kinderen vinden het leuk. Ja, dat is wel best wel bijzonder. En kijk. Ik heb het feestjes nu. We hebben het een beetje... tenminste, ik heb het meegemaakt met Mali's verjaardag. Toen is het alleen met gezin vieren. Al onze feestdagen. Ja. Dus ook verjaardagen. Ja. Dus ik ga gewoon geen mensen... Als mensen langs willen komen, prima. Maar ik ga ze niet meer uitnodigen. Nee. Want waarom moet je altijd met je verjaardag een feest geven? Je kan ja, gewoon is, lekker... Nou, er zijn ook oprecht mensen die dat leuk vinden. Hè? Ja, maar wij niet. Wij vinden het helemaal niet leuk. Ja, ik heb niks tegen mensen hoor. Maar soms is het gewoon fijn om rust te hebben. En onder andere op die verjaardagen. Dus je moet mensen eigenlijk zichzelf laten uitnodigen. Ja, maar deze vlog is dan min of meer een uitnodiging om jezelf uit te nodigen. Hè? Zo moet je dat ook zien. Nee, niet. Helemaal niet. Waar heb je het over? Nee, we gaan gewoon voor die mensen gaan denken, we gaan oh, gewoon dus dingen doen. Dus ik hoef niet te komen tenzij ik mezelf uitnodig. Ja, dat is ook waar. Maar we gaan we gewoon dingen doen wat de kids leuk vinden. Ja, en wij leuk vinden met de verjaardag. In plaats van wat andere mensen verwachten dat je leuk vindt. Ja. Ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik ga sowieso wat meer vrijer leven. Dus niet meer wat society van mij verwacht, maar wat... I love you for that. Ja, yes, ik ook. I love myself love for that. I love myself for that, yes. Oké, maar nu inpakken. Yes. Kom, dit moet allemaal in koffers. Oh mijn god. Ja. Lekker. Ja. Lekker. Oké. En we hebben jouw tanden 1, 2, 3. Ik heb een van wie is het cadeautje? Oh, wacht. Dat is van mij. Oh ja? Ja, ik heb het open de lijst. De volgende. Hoeveel lagen? 12 lagen. Ja, hoor ik hem één keer mee trekken, één laagje. Oh ja. Zie je het? Oh, wow. Wat is dat, man? Wow. You did it zelf. Zo. Ga je altijd zo met je zet laptop? Even beneden neer, als je dan morgen de rest vervult. Ja, dan het is gekke huis. Crazy sales. Want het is de laatste week dat mensen nog op mijn webshop kunnen shoppen. Ja. En het gaat best een keer. Ja, nogal. Maar dat is goed. Ja. Maar wat minder handig is, is dat we natuurlijk alles hebben opgestapeld in het magazijn. Ja, waardoor we niet weten waar we moeten zoeken naar alle spullen. Duurt nog langer. Dat is een challenge. Maar goed, nu weten we het. Wij moeten naar bed. Ja, ik had trouwens net Simone en Hoer. Simone Hoer Valencia. Oh nou, sorry Simone, zo bedoelde ze het niet. Ik wilde het boer zeggen. Boer zeggen. Kan de begroet uit, zeg. Zo, maar volgens mij zei ik ook niet hoer, maar hilarisch. Nee, ik wilde zeggen zo boer, zo, maar daar kwam iets anders. Dat is wat hoer, oké. Okay.
Nee, ik hoorde daarna zeggen iets met hoe. En, ja, maar tegelijk kreeg ik een boer. En de mix daarvan is... Hoer. Precies. Anyway. Vind je het zelf leuk? Nee, maar ja, ik vind mezelf gewoon leuk. Zo. Heb ik een beetje voor jou. Dat je het zelf leuk vindt. Ja. Tuurlijk. Maar goed, men had bezoek vandaag. Hij heeft best een leuke verjaardag gehad. Want hij mocht doen wat hij wil. Dat weet ik eigenlijk niet. Hij was ook op kantoor met ons. Ja. En datgene wat we wilden gaan doen, daar is er dus niet van gekomen. Nee, maar ik denk, hij wil gewoon doen wat hij wil. Hij vindt veel mensen gewoon niet leuk. En als mensen komen, volwassen mensen. Morgen komen wel mensen voor hem. Ruben. Ja. En ik zeg tegen hem, ik zeg, wat wil je dan eten? Ja, rijstwafel. Oké, goed. Geen friet, niks. Even rijstwafel. Oké, okay, nou ja, maar dit is dus hoe je een verjaardag toch viert. Gewoon doen wat je wil. Ja, even een leuke dag gehad. En in Dubai gaan we verder. Mag hij ook gewoon naar zo'n speel... Ja, ik vind het goed. Paradijs. En dan krijgt hij een Audi. En hij krijgt een Audi. En een Audi. En wij gaan naar bed nu. Gaan we naar bed? Ja, morgen moeten we nog meer pakketjes inpakken. Dus. Oh, ja. Dat is leuk. Ja, pakketjes pakken, ja. Oké, kom. Dat ik vandaag nog niet echt gefilmd heb, maar ik was vanochtend dus bij de kapper voor mijn uitgroei. Alleen die kapper, kijk, mijn haar is hartstikke droog. Die kapper heeft geen afro-spullen. Niet echt spullen wat geschikt is voor mijn haar, zeg maar. Maar goed. Geeft niet. Dat fix ik later. Maar kleuren zijn ze heel goed in. Echt. En knippen ook wel oké. Okay, maar ik heb het vandaag niet geknipt. Ik denk dat daar in Dubai veel betere krullenkappers zijn. Maar goed. Ik ben nu op kantoor. Omdat het laatste week is wat betreft de Canessa website. Voordat we overgaan naar Mulu website. Is het echt heel druk met bestellingen. Mensen denken even heel snel nog Canessa kleding inslaan. Wat ik snap. Want het is hun vertrouwde... merk, zeg maar. We zijn de hele tijd aan het inpakken geweest. We zijn nu klaar. We gaan nu de sleutels af. Dus het kantoor is klaar. Dus we gaan het opleveren, zeg maar. Of terugleveren, of hoe dat ook heet. En dan gaan we naar huis. En daar komen Ruben en Debbie Ursina. Die komen gewoon op bezoek. En we moeten ook inpakken, want morgen gaan we weer terug naar Dubai. En we zijn nog lang niet klaar. En het is gewoon... En zo. Hebben ze de schoenen aan? Ja. Allebei? Ja. Oké, okay, dan de jas aan. En dan gaat... Dat hoeft niet eens. Ja. En dit doet Stephanie dus volgende week. Zei ze. Dus, nou. Ik kan maar gaan. Weet nog niet hoeveel er is natuurlijk. Jawel, ze was hier toch van de week met Vincent. Ja, maar het is twee keer zoveel geworden. Nee, het is niet twee keer zoveel. Die dozen? Twee keer zoveel geworden. Kijk maar naar de video terug. Kijken jullie even terug naar de video. En kijk naar dat. Het is bijna twee keer zoveel. Valt wel mee. Hij overdrijft graag. Zeker. Wat zeg je dan, hè? Alsjeblieft. Die is voor je zusje. Heel klein, zie je dat? Heel klein. Ik ga je haar maar eens geven? Ai! Dat is het. Lukt het, Ruben? Nee. Nou, Sina, wil je ingrijpen? Is het onduidelijk? Kijk, oké. Met een dingetje bij, maar weet je dat een dingetje? Oh mijn god, schat. Je hebt geen afsluiting gedaan. Vorige week woensdag. Dat meen je? Ja, ik zit te zoeken en te zoeken. Ik ben een vlog aan het editen. Die moet morgen om 6 uur 's ochtends Nederlandse tijd live. Maar er zit geen afsluiting bij? Nee. Wauw. En dat was in Nederland, hè? Nou, ga ervoor staan. Ja, doe ik even wel af, want toen had ik mijn bril toch niet op. Ja, vanuit Dubai doe ik net alsof ik in Nederland ben. En dan sluit ik de vlog af vanaf. Moet je even jas aan doen? Ik heb dat wel gedaan, schat. Ja, ik heb dat wel gedaan. Maar ik heb gezegd, ik ben de afgelopen weken hier geweest, snel voorbij gegaan. Nee, dat was weer de vlog daarvoor. Dat was voor de zondag. Gaat het zo snel? Ja. Dat doe ik zo snel. Het gaat zo snel, mensen. Maar ja, nu gaan we alweer terug, dus morgen. Ja, we gaan morgen naar Nederland. En nou, het was leuk, wel leuk om hier te zijn, hè? In onze Airbnb, zoals ik het zie. Het is gewoon ons huis, maar ik voel het een beetje als Airbnb. En het vreemde is dat ik ga vrijdag alweer terug. Dat zie je dan. Nee, dat weten ze. Dit is niet... Maar dat heb ik nog niet geboekt. Nee, maar dit is weer de week daarop. Oh man, ik geef wat anders.
Ja. Dus nou, we gaan morgen weer terug. Ik ben blij dat we weer terug gaan. Het is ook grijs, koud en nat hier. Ja. En we gaan oud en nieuw meemaken in Dubai. Jullie ook, want deze vrouw gaat het ongetwijfeld filmen. Leuk. Nou, zeg je, doei vanuit Dubai. Nou, doei vanuit Dubai in Nederland. Ja, doei.